we zijn onderweg naar het restaurant waar we onze dimsumhapjes gaan eten, naar Full Moon. We hebben al één gast bij ons, Nando. En we zijn er ook met de tweede gast van vanavond. Bart Fase. Ik ben Bart. Ja. Het is Bart, ik kan dat beamen. Dat is overduidelijk Bart. Oké, oké. Ik kan geen bevestiging geven aan deze informatie. Ze herkennen aan geloof je het? Nee. Nou, ik ben sceptisch aan het aan. Het eerste ding is gearriveerd. De kippenvoetjes. De versie 1, toch? Ja, versie 1 inderdaad. Oh, het is koud. Oh. Is het koud? Ja. Oh. Oh. Oké. Okay. Ik zie geen enthousiasme nog. Dat loopt heel goed. Het is inderdaad echt ijskoud, alsof het uit de vriezer komt. Ben ik wel benieuwd, maar ook weer niet zo benieuwd. Is er wel bot in? Er zit hard in het middenniveau. Met een aparte textuur. Nummer 2 begint ook wel. Ja, maar het is heel apart. Ja, bijzonder. Ja. Hoe vergelijkt het met kwal? Lijkt het daar een beetje op? Gewoon qua raarheid of qua textuur? Het is iets stevig. Ja. Het is wel discussie. Ja, maar nu ik er langer aan het eten ben, ik vind het niet vies. Nee, het is niet vies. Ik hou hier niet van. Dat was mijn eerste reactie ook. Ik hou hier niet van. En toen ging ik door. Dat was, Is het een kaanrader? Of een probeer het eens? Of een ik snap het wel. Ja, dus een kafrader, een probeer het eens of een ennen? Ik vind dit een krabobeer het eens. Ik ook. Oh, ik maak het beter. Ja? Oké, okay. Ja. Is het hetzelfde als net maar dan warm? Dit is lekkerder. Oké. Okay. Het is zachter. Zeg maar, ja, het bordje viel er nu uit. Ik had het er zo af van het bordje, zonder dat het dat hele bezig had van het vorige. Ja. Dat je echt zo met je tanden moest je in het bot zetten om er wat af te krijgen eigenlijk bij de vorige. Dit vind ik echt lekker. Voor deze zet is het lekker. Dit is aanzienlijk lekker. En aanzienlijk meer voelt als eten. Ja. Nu wil ik ook weer verder eten. De barbecuepoot, kaanrader. Ik vind kaanrader. Kaanrader. De twee bereidingswijzen van de kamschelpen, oftewel Sint-Jacobschelpen. Maar voor muzikaanvoer, duidelijk kamschelpen voor muzikaanvoer. De knoflooksmaak en de zwarte bonensmaak. Ik ga een hap proberen. Ik vind het wel lekker. Het is een beetje de kip van de zee. Met niet een super uitgesproken tonijn? Zeesmaak. Nee, tonijn? Ja, is dat tonijn? Tonijn is kip van de zee, dat zeggen we. Nee, van de weinige schelpdieren die ik op heb. En ik vind het wel lekker. Wel dacht dat het echt best wel smerig zou zijn. Ik had het veel viezer van. Nee, het is wel lekker. Want het lijkt echt een beetje kipfilet, zou ik zelf zeggen. Ja, absoluut niet wat je denkt bij oesters en zo. Dat soort dingen. Dat, het was al niet glibberig. Dat, nee, dit is wel zeeig. Ja. Ja. Het is wel zeeig, maar... Maar goed. Ah, nee, het wel. Oké. Okay. Ja. Inclusief zandkorrel. Ja, ik had ook een stukje. Dat heb je wel. Hey. Dit is de Chinese broccoli kailan. Lekker knapperig. Ja. Is het lijkt op broccoli. Het is knapperiger. Het is meer. Nou, is het misschien zoals het bereid is, dat het nog niet, gewoon heel kort geroerbakje is. Maar ik vind het. Het is lekker. Ja, ik vind het wel lekker. Het is wel heel groen. Het is echt groente gewoon. Ja, het is lekker. Het voelt gezond. Ja. Maar. Waarom bij jou? Nou, wel redelijk. Kailan, ik ken het alsof het een broer was. De broer die ik niet heb. Het is heel erg lekker. En het smaakt de broer die je niet hebt. Ja. Het zou een aantrekkelijk man zijn gevraagd. Ja, het is je broer, maar... ik weet niet waar het heen. Maar incest.
Ja. Maar met iemand die niet bestaat, dus ja, dat is oké. Okay. Dan mag het. Maar dit is gewoon een aanrader. Het is lekkere groente. Het smaakt gezond, het voelt gezond, het lijkt gezond. En lekker. Dus ik zou zeggen, mensen, ga gewoon Carlijn. Maar het is wel giftig. Oh. Heb ik niet gegoogeld. Nee, dat is je broer. Oké. Kailaan, wat mij betreft een kaarader. Ben je er nog een... Nee, ja, nee, alles is al... Sluit je aan bij de... Ik heb wel een broer, maar die is niet lekker. Oh, dus, oké. Laten we nu stoppen met dat hele gedoe. Stop met familie. Okay. Nou ja, bij mij komt terug, ik heb ook groente. Groente. Ja, ik vind het voor de rest niet erg bijzonder. Maar wel eetbaar? Of hou, het, is hou, wel, het is wel eetbaar. Voor het lijken op broccoli? Nee, eigenlijk helemaal niet. Oh. Kailaan, ja, ik probeer het eens. Dit zijn de krekels. 1, 2, 3, krekeltijd. Zalt. Zout. En vinegar. Ja. En een beetje duffe krekel. Ja, een beetje duff in de zout, hè? Ik proef hem wel. Het is gewoon niet... Het is geen chips. Laten we daar... Je zou het verschil merken met chips. Het is gewoon een hap, is niet waar. Oké, het is gewoon een hap droog met smaak. Ja, maar het is... Het is... Ja. Ja, maar het kruimelt ook echt uit elkaar gelijk. Ja, inderdaad, als poeder, hè? Ja, het is... Het voelt... Het smaakt naar iets aan. 3, 2, 1. Krekel. Smaakt het de bacon het? Proef ik, de cheese niet. Nee. En de mushroom weer wel. Ja, maar minder. Ik vond die niet beter passen inderdaad. Bij... De salt en vinegar voelde meer erbovenop gegooid dan dit. Dit past meer dit bij wat het is. Dit beter met de krekel, zou ik zeggen. Jij het ook denkt? Maar de kaas zit er inderdaad niet in. Nee. Gewoon een beetje bacon tint. Ja. Als je hem doorslikt, dan een klein bleugje. Ja, niet echte kaas. Maar smaken zijn niet echt overtuigend. 2, 1, 2. Ja, nee, deze heeft geen smaak, vind ik. Deze is eenmaal muffheid. De bacon en cheese is beter. Toch vond ik de smaak van de eerste het sterkst, het meest uitgesproken. Ja. Maar die was, die hoorde maar die tweede vond ik het beste. Ja. Ik vind de nasmaak van deze wel weer beter. Juist. Ja. Ja, toch ook. Toch ook niet. Nee. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vond deze het minst. Ja. We zitten in de bus op weg naar huis en besloten wat het K-lijstje van vandaag is. Onderaan is geëindigd, heel teleurstellend, de 3 smaken van krekels. Met de... En dan ook nog onderaan. Ja. De sour cream en onion. Ja, sour cream en onion. Plaats 2. Ja. Salt and vinegar. Salt and vinegar. En bacon. Mix. En daarna dus de krekels onderaan. Dan vervolgens de koude kippenpootjes, dus de kippenvoetbeen. Ja, kippenvoet. Dan de kailaan voor mij, lekkere groente. Dan de warme kippenvoet op nummer 2 voor mij. En op nummer 1 de kamschelp, wat ik echt gewoon... Nou,